Veel mensen vragen aan mij, wat doe je nou aan de economische crisis? En dan bedoelen ze, wethouder, wat doe je er nou eigenlijk aan? Er zijn een paar dingen die ik doe. Ik heb ervoor gezorgd dat werkelozen onmiddellijk geholpen worden. Onmiddellijk helpen, zeggen ze, krijgen of meteen een baan. En op dit moment lukt het nog heel goed. Er is een groot tekort aan bouwvakkers, er is een groot tekort aan mensen in de zorg, er is een groot tekort aan mensen in de beveiliging. Dus op dit moment lukt het nog heel goed om mensen een ander werk te helpen. Maar ik denk ook na over de toekomst. En ik ben bang dat in 2010 en 2011 we veel meer mensen in de bijstand zullen hebben dan we nu hebben. Dus ik ben aan het rekenen. En ik ben aan het uitrekenen hoeveel mensen zitten er mogelijk in de bijstand in de volgende jaren. En wat kost het dan de gemeente? Om te zorgen dat ik nu het geld bij elkaar reserveer, zodat de mensen ook straks nog goed geholpen kunnen worden. En het derde ding wat ik doe, is kijken wat de gevolgen zijn voor de crisis bij de culturele instellingen, bij de sport. Die merken nu opeens dat de sponsorinkomsten enorm teruglopen. Dus ik ga een werkbijeenkomst houden, in ieder geval met de instellingen die het meest getroffen zijn, om te kijken wat we er samen kunnen doen.